bent. Aan de eettafel? Of bij de eettafel? Of ergens op het toneel? In het stuk? Ja, oh mijn god, aan de eettafel, ja. Die scène was goddelijk. Ja? Dan ben je zo blij dat je leeft. Nou, dat was te zien, hoor. Ja, het publiek. Deze voorstelling gaat over een ontmoeting in een kleedkamer van een oudere acteur en een jongere acteur. Die daar maanden werken en samen ook spelen. Dat zult u zien in de stukjes die gespeeld worden. Tussen de dialogen van de oudere acteur en de jongere acteur. De oudere acteur wil graag zijn kennis kwijt aan de jongere acteur. Maar de jongere acteur is continu bezig met zijn eigen ambities om hoger op te klimmen. Wil eigenlijk nauwelijks luisteren. Moet luisteren. Vandaar dat er een enorme spanning ontstaat. Omdat ze met z'n tweeën in een kleedkamer zitten. Zou je misschien wat minder kunnen doen? Minder? Ja. Wat minder doen? Je weet wel. Wat bedoel je? Wat bedoel je? Het is onwijs leuk om met Erik te werken. Ja, op het podium houden we het zo zakelijk en professioneel mogelijk. En daarnaast blijven we natuurlijk gewoon vader en zoon. Leven lang theater, hè. De kleedkamers, foyers, gangen, tochtige gangen, ja. Scripts met potloden schreef. Ja. En al die anekdotes die je hoort. Ja, ik weet het. Gaat allemaal wel vroeg. Gaat snel. Hè? De oudere acteur maakt de periode door tot zijn ondergang en zijn verdwijning van het theater. En de jongere acteur door al zijn ambities klimt hoog en steeds hoger. En die heeft heel veel respect voor Robert in eerste instantie. Dat is hem geraaien. En, maar hij ziet ook die toekomst. Hij ziet hoe die zal worden. En vindt hij dat wel even leuk, dat beeld van een oude, misschien toch wat eenzame acteur? Ze hebben hem gewoon op het nek onderaf gebonden.